De criminaliteit in Suriname neemt steeds ergere vormen aan. Een burger heeft afgelopen nacht een mysterieus geval meegemaakt. Ze roept de samenleving dan ook op om extra voorzichtig te zijn. Iets op je ruit komt, dus net, waar je denkt dat het volgepoept is of iets dergelijks, gebruik je ruitenwisser niet. Rij gewoon door, zorg ervoor dat je met opgetrokken ruiten rijdt, alles gelokt. En mocht dus, ja, stel dat je iemand op de weg ziet, rij gewoon door, stop voor niemand. Want dat stukje waar ik het had meegemaakt gisteren, is best donker. Dus let gewoon goed op jezelf. Wees alert in alle tijden. En rij vooral niet elke dag dezelfde route. Want dat heb ik wel gedaan. De politie is op de hoogte gesteld van het gebeurde. Volgens politiewoordvoerder Milton Bisschop worden criminelen steeds inventiever. Bisschop geeft aan hoe de samenleving zichzelf en hun omgeving het best kan beschermen. Zeranama, hoe de extra alert, hoe bouw asociale controle op. Hoe bouw asociale controle op, extra alert zijn. En wat wij meegeven is dat wanneer u gebruik maakt van de openbare wegen, dergelijke situatie zich heeft voorgedaan, je rijdt en plots in Firwansani. Neem zeker bouw de veiligheidskleppen. Ja, gaat u niet stoppen, vooral even passie doen. Gaat u niet stoppen, vooral als er geen beweging daar is, geen bedrijvigheid. Tik aan zekerheid, veiligheidskleppen inbouwen, rij morgen varen en stop naar het dichtbijzijnde politiepost of stop waar er meerdere mensen zijn. Bisschop gaat ook in op de verkeerssituatie in ons land. Weggebruikers hebben vaker aandacht gevraagd voor de T-kruising op de hoek van de Zwarte Novenbrugstraat en de Saramakkastraat. Er doen zich daar vaker ongelukken voor en er is sprake van een chaotische verkeerssituatie. Bisschop zegt het volgende. De actieve, de passieve deelnemers, hoe gedraag je netjes in het verkeer? Ja? Wees een heer in het verkeer, want tot slot van rekening gaat u alleen met een gebakken peren zitten. Of een probleem is komoro biggie. Of je gaat trouwens ski atti of een trauma keri. Maar je jaagt ook een ander de dood in. En ook de mensen, de bestuurders, die in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Een geldig rijbewijs. Met waarschuwing, man. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje.